Kijk, ook als hij nu zou afzwaaien om wat voor reden. Dat zou ook kunnen gebeuren, dat het hem tenslotte toch uit zijn poten valt. Om wat voor reden dan ook. Ja, dan gaat hij natuurlijk toch met een heel negatieve, onder een vrij duistere wolk vertrekt hij. Hmm. Ja, want jij heeft er niet veel van gebakken. Inderdaad leg ik graag een korte verklaring af over de politieke situatie waarin we ons bevinden. Afgelopen vrijdag heb ik, zoals bekend, de koning ontslag aangeboden van het kabinet. Die beslissing was unaniem, maar is ons desondanks allemaal zwaar gevallen. En dat geldt zeker ook voor mij persoonlijk. In deze situatie kan het kabinet besluiten verkiezingen uit te schrijven. Het is goed gebruik dat dit gebeurt nadat de Kamer in de gelegenheid is gesteld zich hierover uit te spreken. In het coalitieakkoord is de ambitie verwoord meer grip op migratie te krijgen. Migratie is een groot en belangrijk onderwerp in Nederland. Maar ook een onderwerp waarover de meningen uiteenlopen. Dat zien we in het land, dat zien we in deze Kamer en we zagen het ook in het kabinet. De afgelopen maanden is er, ondanks de verschillende opvattingen, door alle partijen heel hard gewerkt aan voorstellen om die ambitie in het coalitieakkoord te verwezenlijken. Daarbij zijn alle partijen tot het uiterste gegaan. Maar soms is de wil om er samen uit te komen, hoe sterk ook, helaas niet voldoende. Dan blijft er geen andere mogelijkheid over dan de samenwerking te beëindigen. Die conclusie hebben de vier partijen afgelopen vrijdag met pijn in het hart getrokken. Ik zeg met pijn in het hart, want ondanks de soms grote onderlinge verschillen heeft dit kabinet resultaten kunnen boeken. De grote investeringen in het onderwijs, de modernisering van de arbeidsmarkt, het grote klimaatpakket van dit voorjaar, de toekomst van de pensioenen en het koopkrachtpakket van vorig najaar. Het is betreurenswaardig dat we als kabinet niet verder gaan. En zo'n situatie komt nooit op een goed moment, ook nu niet. We staan in Nederland voor grote vraagstukken. Stikstof, de toekomst van landbouw en natuur, maar ook de woningmarkt, het klimaat en de zorg. Het zijn thema's die om oplossingen vragen, niet om uitstel. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is voor Nederland. Dat is ook wat de koning ons nu heeft gevraagd. Uiteraard past het kabinet terughoudendheid als het gaat om nieuw beleid en wetgeving. De Kamer bepaalt welke voorstellen zij nog wil behandelen. Maar er zijn altijd urgente thema's die nu om besluiten vragen. Het kabinet zal dan ook samen met de Kamer proberen ook de komende maanden zo verstandig mogelijk beleid te voeren. Dat geldt in ieder geval voor steun aan Oekraïne in de strijd tegen de Russische agressie. En een verdere aanpak van zowel het toeslagenschandaal als de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen. Maar uiteraard is dat nu eerst aan de Kamer. Tot slot, voorzitter, wil ik nog iets persoonlijks zeggen. Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld. Dat is mijn persoonlijke afweging die losstaat van de ontwikkelingen de afgelopen weken. Maar ik wilde u dat wel aan het begin van dit debat vertellen. Dit debat moet gaan over ons land. Dank u wel. Dan wil ik de minister-president bedanken voor zijn verklaring. De minister-president verlaat de politiek. En ik zou een paar woorden tot hem willen richten als u dat goed vindt. We kennen elkaar al ontzettend lang. Ooit bij de VVD waren we collega's en ik was zelfs zijn mentor. En we hebben... Hij wordt er niet altijd graag aan herinnerd, maar oké. Okay. En wij hebben, meneer de minister-president, wij hebben
Ook politiek in de eerste 2 jaar van het kabinet Rutte 1 vind ik althans uitstekend met elkaar samengewerkt. Daarna hebben we, dat is ook de waarheid, continu elkaar het vuur aan de schenen gelegd met veel moties van wantrouwen aan mijn kant, uitsluiting aan uw kant. Maar ik zou de minister-president, de heer Rutte, Mark, vanaf deze kant ook willen bedanken voor zijn tomeloze inzet voor Nederland. Uw keuzes waren niet de onze, maar u bracht ze met overtuiging en dat verdient ontzettend veel respect. Net als uw keuze om te stoppen respect verdient. En ik wens u dan ook oprecht het allerbeste toe voor de toekomst. Deze premier heeft 13 jaar lang altijd het initiatief weten te houden. En daar liepen we altijd als Kamer vaak achteraan. En tot op het laatste moment heeft hij dat hier weten te doen. En we hebben de afgelopen jaren ontelbare keren de degens gekruist. En een enkele keer waren we het eens. Meestal stonden we lijnrecht tegenover elkaar. Maar wat ik tegen je zou willen zeggen, Mark, ik maak het iets persoonlijk, maar ik hoop dat de voorzitter dat toestaat, is dat ik wat ik heb gewaardeerd in al die keren dat wij zo met elkaar stevig de degens hebben gekruist, dat het nooit persoonlijk is geworden. Dat we het altijd inhoudelijk hebben gehouden. En dat is denk ik wat kenmerkend moet zijn voor onze democratie. Waarin je het op de inhoud onwijs met elkaar kan verschillen. Respect kan hebben voor de persoon. Daarom vond ik de woorden van de heer Wilders ook terecht en goed. Dat poetst niet weg dat je het met elkaar oneens bent, maar het is de keuze die er is voor de richting van een land. Voorzitter, dat gezegd hebbend, heb ik eerder ook gezegd dat de val van dit kabinet onvermijdelijk was. En daarmee ook het opstappen van deze minister-president. En ik ben blij dat het niet tot een motie is gekomen, maar dat hij zelf die conclusie vandaag heeft getrokken. Want het is het einde van een tijdperk. De keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt, het waren niet mijn keuzes. En we moeten een andere weg inslaan met Nederland. Voorzitter, ik vind dit een moeilijk moment. Vorige week was ik echt oprecht boos. Boos op onze premier die, wat mij betreft, onbezonnen een crisis inging. Maar dat neemt niet weg dat ik nu met heel veel respect wil tonen voor het besluit wat hij heeft genomen. Daarmee is voor mij, voor ons, de politieke angel eruit en ontstaat er weer ruimte en lucht om de komende weken en maanden te doen wat nodig is in het belang van Nederlanders en hun zorgen in binnen- en buitenland. En voorzitter, ik zou nu de tijd kunnen pakken voor allerlei mooie woorden wat ons te doen staat, wat de toekomst van Nederland is, maar daar heb ik gewoon nu niet zoveel ruimte voor in mijn hoofd. Dat komt morgen wel weer en overmorgen wel weer. Het is helder dat de Kamer nu aan zet is, dat we samen moeilijke besluiten zullen nemen. En het is tijd voor een andere koers in Nederland. Rest mij om te zeggen, Mark, veel dank voor alles. Ik ga er nog meer woorden op een ander moment aan wijden. Want wij hebben ook al een hele, hele lange geschiedenis samen. Soms vervelend, maar ook heel veel leuke dingen. En tenslotte voor de fractie van de VVD. Jullie zullen ook gevoelens hebben van boosheid, verdriet, ontgoocheling. Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte toe. En dat geldt voor ons allemaal in ons huis. Veel wijsheid, op naar nieuw lucht, nieuwe verkiezingen. En wordt vervolgd. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kuiken.